De Surinaamse politiebond, SPB, heeft door tussenkomst van justitieminister Jennifer van Dijk-Silos een akkoord bereikt met korpschef Agnes Daniel over het nieuwe werkrooster, waarmee er 2 weken zal worden proefgedraaid. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden, waarna het nieuwe rooster landelijk zal worden ingevoerd. Volgens SPB-voorzitter Raoul Hellings is de ALV vanmiddag meegegaan met het voorstel. Dit is vervat in een motie die zal worden aangeboden aan de justitieminister. Het bestuur van de SPB was in het begin niet mee eens dat het nieuwe dienstrooster niet landelijk zou worden uitgevoerd. Tijdens de algemene ledenvergadering vandaag heeft het bestuur de leden geïnformeerd over het akkoord. De leden konden meegaan met de oplossing, waardoor een dreigende actie van de bond is afgewenteld. Volgens SPB-woordvoerder Revelino Eijk zijn de plooien grotendeels gladgestreken. We hebben in het weekend gesprekken gevoerd. Afgelopen zaterdag hebben we een gesprek gehad met de minister. Zaken die verkeerd zijn gegaan zijn daar besproken geworden. De minister die heeft op een gegeven moment gisteren een gesprek geïnitieerd tussen haar, de Kasi en met de bond. Tijdens dat gesprek, dat was gisteravond om 7 uur, hebben wij iedereen heeft daar zijn pijnpunten op tafel gelegd en over en weer gesproken. Zaken die verkeerd zijn gegaan, hebben partijen zich verontschuldigd. En we hebben dus besloten dus dat wij dus verder gaan. We gaan kijken hoe wij de communicatie verder uitgooien om de zaken die wij willen te realiseren. In de motie aan minister Van Dijk-Silos dringt de SPB ook aan op het verbeteren van de fysieke werkomstandigheden van de leden. Zo wordt gevraagd om zo snel als mogelijk in te grijpen op de verschillende politiebureaus. De situatie verdraagt geen uitstel, zegt voorzitter Hellings. Ze moeten derhalve dus ook op die manier worden aangepakt. We hebben brieven geschreven, we hebben talloze gesprekken geïnitieerd. Maar het heeft geen soelaas gebeurd. Dus wanneer u de Surinaamse politiebond naar buiten ziet komen, dan is het echt wanneer we geen enkel ander alternatief hebben. Mogen we ervan uitgaan dat na de ALV van vandaag wat liefde binnen de gemeenschap bij de korpschef eventueel en de minister, als zou er een actie komen vanuit de politieorganisatie, dat niet het geval is? De Surinaamse politiebond heeft nooit gesteld dat er actie zou komen. Dat partijen het niet eens konden worden met elkaar en er in feite een hele grote kloof was, hebben wij gezegd, we hebben alles gedaan wat ons in ons vermogen lag om de dialoog gaande te houden. Toch? Nu het ons niet gelukt is, gaan we terug naar onze ALV, want we moeten een rapportage aan hun uitbrengen. En dan ligt het aan de ALV om te besluiten welk standpunt ze zullen nemen en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de standpunten die de ALV gaan innemen, omdat we kosten nog moeite gespaard hebben om on speaking terms te blijven met de werkgever. Maar vanuit de Surinaamse politiebond is er nooit aangegeven dat er acties gaan komen. Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse politiebond. Hij sprak vandaag op de politieacademie voorafgaand aan een ALV inzake het nieuwe werkrooster.